Hebben over een vreselijke ziekte, kanker. En vandaar dat ik aan de keukentafel zit bij Maggie Seelen. En mijn eerste vraag is eigenlijk, wat betekent kanker voor jou? Kanker is een ziekte die een wezenlijk onderdeel is van mijn leven. En ik heb eigenlijk al 15 jaar kanker. Niet aan één stuk door, maar ik ben al 15 jaar, word ik om de 3 jaar ongeveer word ik ziek. En dan zo heb ik al 5 keer dus tumoren gehad, waardoor ik steeds weer opnieuw behandeld moest worden. Hoe ben je er eigenlijk achter gekomen dat je kanker had? Nou, het is begonnen op mijn huwelijksreis, 15 jaar geleden. Toen had ik een bultje op mijn kuit zitten. Leek een beetje op een spatader. En dat was raar. Van, het klopt toch eigenlijk niet. En, het voelde toch niet goed. Mm-hmm. En toen heb ik wel lang gewacht met naar de huisarts te gaan. Ik ging pas in oktober of zo naar de huisarts. Terwijl dat ander was in de zomer was dat. Toen is dat onderzocht, maar verkeerde diagnose gesteld eigenlijk. En dachten ze dat het een bloedstolsel was. En zodoende is dat niet helemaal onderkend. En nog weer 5 maanden later dacht ik van, dat laat ik toch nog maar eens een keer naar terug gaan. En toen hadden ze zoiets van, het is toch niet goed als dat nog niet weg is. Had weg moeten zijn. Dus toen was het ondertussen ook al gegroeid. En toen bleek het toch een tumor te zijn. Toen dachten ze in eerste instantie dat het ook echt kwaadaardig zou zijn met de uitzaaiingen. Mm-hmm. Dat was niet zo. Ik heb een vorm die zich in principe niet uit kan zaaien. Alleen, hij maakt hele lange draden aan, als met een schimmel. Dus dan halen ze de tumor weg en dan blijven die draden die blijven zitten. Dat vormt weer een nieuwe tumor. Dus zo ben ik om de 3 jaar ongeveer, een beetje gemiddeld, de klos. Ondertussen heb ik nog 2 kinderen gekregen in die 15 jaar. Ja. Dus tijdens de zwangerschap van de eerste, dat was dan was maar 1 jaar later, ben ik geopereerd en bestraald. Dus en zo is dat eigenlijk vlak na de zwangerschap van mijn tweede, toen de jongste 5 was. Maggie, en die draden, die zien ze niet zitten eigenlijk dan? Nee, ze maken MRI-scans. Okay. Het is heel moeilijk te traceren. Ik heb een bindweefseltumor, komt vrijwel nooit voor. Het is in ieder geval zeldzaam, zeg maar. Dus dan maak je een MRI-scan en dan denken ze dat het littekenweefsel is. Ja. Dus dan wordt het ook over het hoofd gezien. En op die manier, is het wel, ze zien het dan wel op scans, maar dan moet het groot zijn. Hoe was dat voor jou toen je te horen kreeg dat je kanker had? Ja, dan staat je wereld stil. Ja. Dan houdt alles op. Dan... En zo jong? Ja, want ik was 29. En mijn vriendin kreeg net haar eerste kindje en ik lag op de MRI-scan. Yeah. Dus zij lag in het ziekenhuis daarvoor en ik kwam in het ziekenhuis om die scan te laten maken. Dus dat vond ik heel confronterend. Terwijl ik ook graag kinderen wilde. Ik wil ook leven. Ja. En dat... Dat staat het meeste bij van toen. Mm-hmm. Nog niet eens zozeer van ik ga dood. Of ik, hè, want ik wist nog niet van is het kwaadaardig, is het niet kwaadaardig. Wat voor een vorm, dat weet je dan nog allemaal niet. Weten ze zelf ook nog niet meteen, wisten ze nog niet meteen. Alles om je heen gaat door. En jij bent met ziek zijn bezig, terwijl je je niet ziek voelt. Hè, het zat in mijn been. Ik had vrijwel nergens last van. En toch ben je dan ernstig ziek. Want ging je ook gewoon door met werken en zo? Of viel echt heel even heel het boeltje in elkaar? Nou, in de beginperiode heb ik nog best wel doorgewerkt.
wel met de opmerking van, nou ja, als ik het niet trek, dan wil ik gewoon vrij kunnen nemen een dag. Of, ja, dus ik heb toen wel doorgewerkt tot een paar weken voor mijn operatie. De eerste keer ben ik geopereerd, ben ik alleen geopereerd en verder geen nabehandelingen. Die operatie verliep alleen heel vervelend, want ik kreeg complicaties. Ik heb een heel ernstige wondinfectie gehad, waardoor ik de wond weer opengemaakt moest worden en zonder verdoving. Het was heel heftig. Ik was heel bang voor ziekenhuizen. Ik was echt iedere naald, iedere ding had ik echt zoiets van, oh help, ik wil dit niet, vind ik eng, dadelijk doet het zeer. Ja. En het deed zeer? Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Oh, top. Het viel eigenlijk heel erg mee. Behalve die wondinfectie. Ja. In het begin viel het heel erg mee. Of tenminste, dan zo'n operatie. Maar toen werd ik heel erg ziek. Ik werd heel misselijk. Bloedinfectie? Nou ja, dat is een combinatie. Dan denk je van, er is iets aan de hand, maar die weet niet wat. En er werd niet adequaat op gereageerd. Dus ik werd heel erg ziek. En ja, ik kreeg eigenlijk min of meer de opmerking van, je moet je niet aanstellen. Kom nou maar eens uit dat bed en als je een beetje, dan gaat die misselijkheid wel over. En, ja, en toen bleek naar de hand dat ik een hele erge wondinfectie had. Nou, vond het wel enorm heftig van wat gebeurt er allemaal. Ja. En zo'n wereld ken je niet. Nee. Ja, ik kwam helemaal niet ook met ziekenhuizen in aanraking. Dus dat is een totaal andere wereld. Je bent er ook helemaal niet mee bezig als je zo jong bent. Nee, ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik had ook in mijn omgeving niemand die ziek was. Nooit iemand overleden aan ziektes. Ja, mijn oma, weet je wel, zo. Ja. Maar niet, geen ouders, in de directe familie niemand. En toen jij die operatie had gehad, ja, dan moet je weer verder met je. Je bent aan het herstellen. Mm-hmm. En dan ga je weer door. Ja, dan ga je weer door. Met en dan, alle moed. Ja, dus nadat die wond dicht was, was 3 maanden later, ben ik weer gaan werken. En dat ging redelijk goed, moet ik zeggen. Ik dacht, ja, zeker die eerste keer, dan moet je wel wat inkomen. Het gaat allemaal niet zo snel en niet zo, hè. Maar uiteindelijk voelde dat toch wel goed. Ik was wel, ik was altijd van plan, als ik eenmaal kinderen heb, dan ga ik 4 dagen werken. Want ik werkte fulltime. Ik was kostwinnaar ook in het begin. Oh god, ja. Dus ik, het was ook een druk eigenlijk, hè, die erbij was natuurlijk. Ja. En toen ben ik een dag minder gaan werken. Ik dacht, nou, ik ga niet wachten op die kinderen. Ik ga gewoon nu al een dag minder werken. Want het leven is te kostbaar om alleen maar aan het werk te zijn. Ik had maf, hè, dat je dan zo'n inzicht krijgt door zoiets. Ja, hè? Want ik had echt een baan met een laptop en een auto en een, door het land. Ja, en, leuk. Ja, echt een carrière. Ja, ik was echt een carrière. En dus dat heb ik toen al wel iets teruggebracht. Ja, dan ga je aan het werk en dan is het oktober en dan werk je een paar maanden en dan wordt het december en dan krijg je je eerste 3 maandelijkse controle. En toen dacht ik zelf al, ik denk eigenlijk niet dat het goed is. Ja. Dus er zat iets in jouw hoofd? Aan het onderaan mijn litteken voelde ik wat. Ja. Zo. Niet dat ik daar nou vaak mee bezig was. Ik was nooit eigenlijk aan het voelen van, zit er weer wat? Of, maar ja, je wrijft er toch eens een keer overheen. En toen dacht ik van, nou, dit voelt niet goed. Dus toen heb ik het aangegeven bij die controle, maar dat is zo, dat is niet, dat was littekenweefsel, dat is niet op ingegaan. En toen is er nog een scan gemaakt, na 3 maanden wordt er ook weer een nieuwe MRI-scan gemaakt, gewoon standaard. Nou, er was ook niks op te zien, dus het was niks. Dus ik vroeg aan die arts, nou ja, als het dan niks is, ik zei, ik denk er zelf anders over, maar ja, als het dan niks is, ik wil heel graag kinderen, is dat verantwoord? Ja, zou ik gewoon doen, zou ik niet mee wachten. En 3 maanden later weer controle. En toen zei hij van, ik denk niet dat het goed is. Was je dan in verwachting? En toen bleek ik, had ik een week, 2 weken later werd de MRI-scan gepland. En op vrijdag voor die MRI-scan dacht ik van, ik ga een zwangerschapstest halen. Je weet nooit. Het zijn zo verschillende werelden waar je in zit. Ja, dan, hè? En toen heb ik zwangerschapstest gehaald. Ik was niet zwanger. En op maandag had ik die scan op mijn verjaardag. En toen bleek ik wel zwanger te zijn. Ja, en dat was, dat is dan zo dubbel. Want aan de ene kant ben je dan blij en denk je, maar dat kan helemaal niet, want het komt niet uit. En ik ben ziek en wat moet ik nou? En,
Ja, dus toen werd die scan uitgesteld. Die kon pas 5 maanden later. Dat mocht niet vanwege de zwangerschap? Ja, dat is beter van niet of zo met nee, die straling? Nee, dat is toch met die straling. Ja. En dat is dan wel MRI, dus dat zijn magnetismen. Maar dat doen ze gewoon niet. Nee. Dus dat staat eigenlijk standaard. Als je 5 maanden zwanger bent, dan kan dat pas weer. Dus toen hebben ze het 5 maanden uitgesteld. En toen ben ik wel gestopt met werken. Oh. Want dat trok ik toch niet. Nee. Toen had ik zoiets van, nou, dit ga ik niet trekken. En ik was ook wel veel misselijk en veel van die zwangerschap. Dus dat lukte me niet. Dacht jij, nou ik? Nou ik. Ja, dat is dan eigenlijk het eerste. Is bij mij altijd zo geweest, het eerste dat wegvalt. Het is het minst belangrijke van alles. Wat, jij zelf? Oh, jouw werk. Oh, ja. Oké. Ja. Ja. Dus toen, ben ik na 5 maanden weer ben ik onder de scan. En toen was de tumor door mijn zwangerschap, omdat dan bepaalde cellen toch makkelijker harder groeien, was die tumor ondertussen al heel groot. Dus ze hebben echt een tumor weggehaald van 20 centimeter. Jee. Ja. Ja. En die... Dus dan groeit het nog hard ook dan eigenlijk. Ja, ja. En weer bij in die kuit? In de kuit en tijdens mijn zwangerschap. Ik was 7 maanden zwanger. En toen hebben ze dat gedaan. Maar het was zo hard gegroeid dat het van onderaan het litteken helemaal naar boven was gegroeid. Dus toen hebben ze 2 kuitspieren weg moeten halen. Dus toen had ik 2/3 been kuit minder. En toen kon ik daarna wel gewoon lopen, maar wel wat beperkter. Eerder moe in mijn been. En ik kon niet meer op mijn tenen staan. Maar daarna ben ik ook nog, tijdens die zwangerschap, ook bestraald. Dat dus, komt wel omdat het plaatselijk is. Ja, omdat het plaatselijk is. Ja, ja, maar ja, dan kom je wel, want ik was 7, 8 maanden zwanger. En in dat bestralingsinstituut is dat dan ook niet gewoon. Oh, dus nee, dus dan komen ze daar toch en hebben ze ja, ze is zwanger. Maar ja, ze kan geen gewoon loodschort aan. Ja, dat is veel te weinig. Dat doen we niet. Wat doen we dan? Ja, dan maken we maar een stellage of zo. We bouwen maar wat. En ja, toen maakten ze een stellage van loodplaten zo dik. Maar dat was heel wankel. En als je dan 30 keer bestraald wordt, iedere keer als die loodplaten boven mijn buik werden geschoven, dan had ik zoiets van, dadelijk dondert het om. Ja. Je zult zien, dadelijk dondert het gewoon om. Het is toch niet gebeurd, hè? Het is niet gebeurd. God. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar, maar zo'n betraling is maar heel kort. Dus je bent daar 10 minuten binnen. Maar dat vond ik... Dat was eigenlijk het meest... Eigenlijk. Ja. Het is ook een stukje vertrouwen, hè? Omdat je dan iedere keer toch zo... Als je zo ziek bent, dan raak je je vertrouwen kwijt. Dat denk ik ook wel. Ja. Dat merkte ik met name in het verkeer. Oh ja? In het verkeer, Als ik dan vooral bij iemand in de auto zat, naast de bestuurder, dan voelde ik me continu onveilig. Ja, daar gebeurt er iets. Of rem je wel op tijd. Ja. Of, dat. En als jij zo bij jouzelf bent en zelf dingen doet, maakt niet uit wat, dan heb je dat niet. Je hebt wel vertrouwen in jezelf. Ja. Want eigenlijk maar had je niet meteen. Nee, maar je hebt het wel iedere keer bij het goede eind gehad, hè? Ja. Dat jij zei, hé, dit klopt niet. Ja, dat is eigenlijk altijd nog gebeurd. Ja, iedere keer, mooi. Ik heb 5 keer, 5 keer tumoren gehad, 6 tumoren in totaal. Zo. En iedere keer zei ik van, ja, maar volgens het is terug. En dan was het of niet te zien op de scan, of en dan... Maar je wordt wel heel onzeker, want op het moment dat jij zo'n... Je denkt van tevoren, nou ga ik naar die arts en nou, ik laat me er niet onder praten. Hè? Ik voel wat, dus ik zal zorgen dat er ook wat gebeurt. En dan kom je binnen. Je wordt helemaal klein. En dan word je helemaal klein. En dan denk je, ja, maar dadelijk heb ik het toch bij het verkeerde eind. Of zo'n arts is toch een beetje autoritair, of die weet het dan. Of die weet het beter. En dan voel je, je schiet meteen in een onderdanige rol. Ja. En dat is heel moeilijk om daar dan nog te zeggen, want misschien, je weet het niet. Misschien heb je het wel fout. Ja. En niemand wil graag fouten maken. Nee. Dus dat voelt een... Ja. En dan kun je zeggen, ja, maar het is mijn lijf en mijn ding. En toch, als je daar dan bent, zo werkt dat dan niet. Tenminste, niet voor mij. Voor jou, ja. Ja. En ook een bepaalde bescheidenheid natuurlijk. Hè? Dat je denkt, hij weet het. Ja. Wie ben ik om te denken? Ja. Ja. Het
is zo of zo, hè? Ja, ja, ja. En zeker, want in het begin was ik nog in Den Bosch, in het regionaal ziekenhuis. En bij de derde tumor, dus het was ondertussen weer een paar jaar later, 2 jaar later, was ik zwanger van mijn tweede. Ja. Ja. En toen 3 weken voor de uitgerekende datum, voelde ik weer wat zitten. Ik was al 9 weken voor mijn uitgerekende datum met zwangerschap verlop gegaan, omdat ik heel moe was. En ik dacht van nou, dat werken dat gaat ook niet meer lukken, dus ik stop daarmee. En 3 weken van tevoren voelde ik wat in mijn knieholte. Precies boven de plek waar de bestralingen op waren gehouden. Oh. Ja, ja. Het is een vrij... eigenlijk een vervelende soort kanker dan, hè? Want ja, het zaait zich niet uit. Het verspreidt dus. Het verspreidt, ja. Het verplaatst eigenlijk. Oh. Ja. Is dat niet net zoals een melanoom? Die heeft ook van die, zeggen ze wel, van die slierten die... Ja, lijkt ook melanoom. Dat lijkt het ook een beetje. Mijn specialist waar ik uiteindelijk naartoe ben gegaan, in het Daniel de Noet in Rotterdam. Dus specialiseerd kankercentrum. Die was gespecialiseerd in melanomen en in een soort kanker die ik heb. Dus dat hoort dan toch een beetje bij elkaar. Ja, hetzelfde idee. Idee, zeg maar. Ja. Hey Maggie, en misschien ook een beetje een rare vraag. Ik kan nou eens opkomen, nou heb je 2 kinderen. Hè? Mm-hmm. En eigenlijk groeien die daarmee op. Hè? Ja, die zijn met kanker opgegroeid. Ja. Een moeder die kanker heeft. En voor hun is gewoon zal het niet zijn, maar die weten niet meer anders. Nou, natuurlijk. Die weten niet beter, maar ze weten ook heel veel niet. Nee, dus je gaat niet alles, je vertelt niet alles. Nou, maar ze maken niet alles. Jawel, ik ben er heel open over. Alhoewel ze de laatste keer, ben ik wel iets minder. Op een gegeven moment word je iets terughoudender. Denk, moet ik nou alles vertellen of niet? Ja. Weet je wel. Maar in principe ben ik er heel open over. Maar ja, kinderen leven gewoon door. Dus die zijn er helemaal niet mee bezig. Kind is heel flexibel eigenlijk. Ja. Hè? Die kan erin schieten, maar die denkt, het is wat het is. Oké, dat is ook leuk. En doordat je er open over bent, houdt het ze ook toch op een bepaalde manier wat minder bezig. Ja. En is het ook gewoon. Ja. En duidelijk. En duidelijk. Ja. Dus, want mijn dochter zei laatst van, de eerste keer was toen ik 5 was, hè. Ja, terwijl dat dan ondertussen al was de 4e keer of zo. Ja. Ja. Maggie, en ondertussen ben je been kwijt. Ja, ondertussen ben ik mijn been kwijt, ja. Want de 3e keer kwam het terug in mijn knieholte. En daar heb ik een beenspoeling gehad. Dat is een lokale chemokuur, is dat. Dus die gaat niet door je hele lichaam. Okay. Die gaat alleen door je been. Ze binden dat af. En dat is een zware operatie. En dan spoelen ze als het ware je bloed met alle chemomedicatie in 1 keer. Nou, die spoeling die heb ik 2 keer gehad. De 2e keer is dat misgegaan. Dus die heb ik, dat was bij de 4e tumor was dat. Bij de 3e en de 4e tumor heb ik die spoelingen gehad. Ja, en bij de 4e is misgegaan. Mijn been wat natuurlijk al minder... Weerstand had. Minder weerstand, minder weefsel. Want er was altijd heel veel spierweefsel weg. Maar daarmee ook heel veel bloedvaten, lymfevaten. Ja. Dus mijn been kon dat niet meer aan. Dus ben ik naar huis gegaan een week na die spoeling. En toen 2 dagen daarna, 's nachts, heb ik trombose gekregen in mijn knieholte. En toen ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Dus toen ben ik acuut weer terug moeten naar het ziekenhuis. En toen had die oncoloog al zoiets van, nou, dit wordt niks. Hij zei, reken maar op, dit wordt amputatie. We gaan nog wel van alles proberen, maar... Voor jou, hoe was dat nou weer? Want... gevecht van al die jaren en dan toch te horen krijgen van dat is wel... Ja, het is ook een bepaalde berusting of van... Het is niet dat anders. Moet dan maar of zo. Ja, het is niet anders. Ja. En wel ook weer moeilijk, want die 3e keer, toen bij die eerste spoeling zat het in mijn knieholte. Bij die 4e keer zat het in mijn kuit weer opnieuw, eigenlijk op de plek waar het begonnen was. Ja, en het was ook nog heel klein. Het was nog maar 1 centimeter.
En toch zo'n zware behandeling. En dat is dan niet zo met elkaar te rijmen. Nee. Dan is het zo klein. Je bent er zo vroeg bij. Ik was er heel vroeg bij die keer. En dan toch? En dan toch een amputatie. En dan toch, ja. Ja, ja. Oh, dus heftig. Dat was wel, vond ik wel heel heftig. Ja, kan me voorstellen. Ja. Maar ook wel weer waar je naartoe groeit. Want die trombose, dat was zo'n pijnlijke ervaring. Ik had ondertussen al heel veel pijnlijke ervaringen gehad met behandelingen. Ook is heel veel misgegaan. Maar die trombose, nou, dat was echt pijnscore 10. Ja, echt waar? In het ziekenhuis doen ze dat in van gradaties van 1 tot 10. En dat was echt. Ja. Dus toen had ik wel zoiets van, ja, nou, al haal je dat been eraf. Ik vind het allemaal best als ik hier maar vanaf. Als ik maar geen pijn heb. Als ik maar niet, en als ik ook maar niet misselijk ben. En niet, want dat was voor mij echt een enorm. Dat misselijke ook, waar je constant. Ja, ja, ik word van iedere operatie, van iedere behandeling, word ik enorm misselijk. Echt tot in mijn tenen, niet zomaar overgeven als je griep hebt. Maar echt alles. En dat is voor mij iedere keer van, als ik dat maar niet heb. Ja. Het is bijna nog belangrijker als ik in het ziekenhuis lig, als ik kanker heb. Zeg maar. Dat is dan zo heftig. Ja, want dat is dan op dat moment zo overleven natuurlijk. Ja, dat is wat dan telt. Ja. En dat je ziek bent en dat het steeds terugkomt. En dat komt pas weer later. Ja. Als je weer thuis bent of als je weer. Wat ik ook merk, Maggie, is als jij dat zo zit te vertellen. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Maar ik vind het wel allemaal heel heftig hoor, wat je meemaakt. Ja. Maar dat je ook heel in de werkelijkheid staat. Ja. Van oké, als die eraf moet, ja, dan is dit maar. Dat je wat nuchterder bent geworden. Dat heb geworden, ik altijd gehad. Ja. Zo van. Ja. Het groei je ook wel met de jaren in. Ja, maar je bent wel echt geland door het leven zonder parachute, vind ik. Ja. Zo'n boem, dit is het. Ja, dit is het, ja. En hier moet je het mee dealen. Hier moet ik het mee doen. Maar ik ben wel iemand die altijd heel erg uitgaat van het positieve. Ja, dat vind ik wel ik heel knap. Ik kijk wel heel erg naar wat kan ik nou en wat kan ik en wat ik niet kan, daar besteed ik zo min mogelijk aandacht aan. Want wat kun je nou eigenlijk niet meer? Want je hebt nou 1 been. Ja, dan vroeg mijn dochter van de week ook, wat kan je nou niet? Wat kan je nou niet? Ja. Je bent wel gehandicapt, maar wat kan je nou niet? Ja. Ik zeg, lopen. Kan ik niet. Nee. Ja. Op 2 benen. Ja, maar dat telt niet. Nee. Eigenlijk op 2 benen staan, toch? Maar eigenlijk kun jij gewoon, je kunt fietsen. Ik kan fietsen. Ik heb een bakfiets met 3 wielen. En ik zie jou hier in de rolstoel door het huis heen gaan. Ja. Maar je hebt ook stokken waar je Ik heb ook stokken. Buitenshuis doe ik vrijwel alles met mijn fiets. Tenminste binnen Bokstel dan. Ja. En met mijn krukken. Dat is wel niet zo goed voor mijn handen. Ik krijg ondertussen wel last van mijn handen. Van het vasthouden constant. Ja, dan komt natuurlijk heel veel druk op te staan. Ja. Dus dat is nu, de eerste amputatie is nu, was in 2007, dus dat is 5,5 jaar geleden. Mm-hmm. Toen heb ik wel ook nog een prothese gehad. Dat was een bovenbeenamputatie, die eerste amputatie. Dus toen kon ik ook beter op die fiets zitten. Ja. Het lopen ging wel, vond ik nooit prettig met de prothese, toch? Nee. Nee. En waarom niet? Omdat je ongemak en de druk en de energie die het kost. Altijd warm en heet. Ik vond het niet prettig. Nee. Maar goed, daar heb ik wel alles mee gedaan. Daarna heb ik dan 2,5 jaar geleden heb ik dan een heupamputatie gehad. Sindsdien voel ik me wel prettiger in mijn vel zitten. Even. Ja. Je hebt een heup. Ik dacht alleen jouw been. Dus nee. Ik de heb heup ook is ook helemaal weg. Dan. Nou, de heup is voor de helft weg. Oké. Dus, en waarom hebben ze dat dan ook gedaan? Omdat het daar ook zat? Of waarom hebben ze het kwam terug in mijn stomp. Dus ze hebben toen dat het fout ging, hebben ze een half jaar later hebben ze dan een bovenbeenamputatie aan. Dat wil zeggen boven de knie. En 2,5 jaar later, toen het net goed ging met mijn prothese, toen dacht ik toch van volgens mij is ik voel wat. Ik dacht eerst botgroei of er was niks te zien op een röntgenfoto. En die oncoloog zei van ik kan me niet voorstellen dat het wat is. Weer hetzelfde Want ik zie niks op een waasje, nog niet eens een waasje op een röntgenfoto. Nou is een röntgenfoto ook niet de manier om het vast te stellen, maar ja.
Dus ik moest 6 weken lang wachten op een scan, want ja, het was toch niks. En toen was het wel wat. En toen was het ook heel veel. Want er zat heel mijn boven, heel die stomp, dat was nog een soort bovenbeen, zeg maar, helemaal onder. En het zat in mijn lies. En het was 3 jaar eerder, zat het ook al in mijn lies, bij die eerste amputatie. Maar toen hadden ze het niet gezien. Dus toen hadden ze voor het eerst zo hoog gescand. Ja. Omdat ze dan een uitgangsscan maken van, hè, je hebt de eerste amputatie. Nou, dan maken ze een uitgangsscan van, hè, je bent behandeld, hoe is de situatie als die schoon is. Dan kunnen we dat steeds vergelijken als we scans maken. Maar in die 3 jaar tijd was ik niet gescand, want het was toch niet te zien op een scan. En tegen de tijd dat zij het kon zien op een scan, had ik het al lang gevoeld. Dat was een beetje het uitgangspunt. Oh, jee, ja. Maar ja, het was ondertussen zo groot geworden dat heel mijn stomp af was. Ja. En ook gewoon, ja, het zat helemaal onder tumorweefsel. Van de ene tumor en dan die tumorweefsel in mijn lief. Ja, in mijn lies, dat kon ook al iets zijn van 13 jaar eerder. Want voorheen had ze nooit zo gescand. Dus. En toen zakte de moed in de schoenen. Nou, toen had ik wel zoiets van, nou, dit, die arts die schokt zich ook een enorm. Ja. Die leest die uitslag waar je bij zit. En die had echt zoiets van, die ging echt lezen van, nou, het is niks. Nou, en die las en die had echt zoiets van, huh? Wat gebeurt hier? Ja. Ja. Dus dat vond ik wel heel heftig. Ja. 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 En toen dachten ze ook nog aan uitzaaiingen. Ja, ondanks dat het dan niet kan uitzaaien, hadden ze zoiets van, ja, maar misschien toch wel. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ze weten heel veel, maar ook heel weinig, nee, hè? Ja, omdat het zo zeldzaam is. Ze hebben ook eigenlijk altijd gezegd, ja, we behandelen jou alsof je de vorm hebt die wel uitzaaibaar is. Want okay, die komt wel iets meer voor. Maar eigenlijk doen we maar wat. Ja. Want we weten het niet. En we hebben ook geen behandelmogelijkheden. Dus we geven jou die behandeling, maar het kan best zijn dat het helemaal niet aanslaat. Want we weten eigenlijk helemaal niet waar we mee bezig zijn. Dus, ja. Oh, meen je toch? En ondertussen is het wel een vorm die niet veel voorkomt. Maar ook die zich normaal niet zo agressief gedraagt. Dus ik werd wel steeds behandeld als de algemene delen. Ja. Van, ja. En ze wisten het anders ook niet, hoe ze het moesten doen. Nee, dus dat het bij mij zo agressief is en zoveel uitstaat en zo hard groeit. En ja, dat komt eigenlijk in Nederland niet voor. Dus, En toen hebben ze, dus wat jij zegt, een gedeelte van de heup weggehaald. Hè? Ja, toen hebben ze het hele bovenbeenbot verwijderd. Ja. En dus, ook de kom dus ook dan de eigenlijk. Kop. Ja, ja, de kop. De kop? Hebt, ja, de kop. Oh, ja, de kop, hè, want de heupkom is je bekken. Ja. Hè, en het bovendeel van het dijbeen, dat is de kop, die is verwijderd. Ze hebben eigenlijk dwars daar doorheen gesneden. Dus ze hoefden deze keer niet door het bot heen. Okay. Maar ze konden zo eruit wippen eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, dat hebben ze weggehaald. En nou zei je net, en ik voel me eigenlijk nou beter. Ja, lichamelijk kan ik beter, voel ik me prettiger. Zeker in het begin zat ik nog heel goed, kon ik veel beter rechtop zitten. Ik had die prothese niet meer, dus ik had in mijn rolstoel. Ik was in één keer veel flexibeler, want in die rolstoel kon ik omdraaien. Ik werd minder moe als ik me voortbewoog. Dat vond ik veel en vele malen prettiger. Nou moet ik wel zeggen, in het begin lig je in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. Daar zijn alle vloeren mooi glad. Dus dan gaat dat ook allemaal heel makkelijk. Ja, ja. Oh. Dus dan is dat wel anders. Ja. Maar ik vond het wel, ja, ik voelde me prettig. Veel bewegelijker, veel meer, ja, gewoon, zeg maar. Als ik hier thuis ben en ik zit in mijn rolstoel, voel ik me ook niet gehandicapt. Nee, maar het is gewoon voor jou. Maar het is ook voor jouw ding, natuurlijk. Ja, buiten is wel wat anders. Ja. Dan ga ik toch liever op mijn krukken, omdat ik dan even lang ben. Met name met de lengte heb ik moeite. Ik voel me als ik... Ik heb ook een vrij kleine rolstoel, zo'n sportrolstoel. Nou, dat is heel fijn, want daar ben ik heel flexibel. Ik kan mezelf heel goed voorbewegen, maar ik zit wel heel laag bij de grond. Ja, je moet altijd omhoog kijken als je met mensen aan het praten bent. Ja. Ja, en dat vind ik niet prettig. Nee, ik kan me voorstellen, Maggie, en nou is dit gebeurd. Mm-hmm. En jij zegt, ik voel me eigenlijk wel happy bij, hè? Tenminste, nou dat dit zo gebeurd is. Maar hoe is jouw eigen gevoel hieronder, hè? Want ik zie hier toch een hele mooie vrouw zitten, een stoere meid, hè? Die toch wel de ballen heeft om door te gaan, maar je moet het toch allemaal maar kunnen.
Nou ja, dat is, lukt ook niet altijd. Nee, hè? Ik bedoel... Ja. Ik heb met name, als ik gewoon mezelf kan zijn en ik mag gewoon zijn wie ik ben, dan heb ik er minder moeite mee. Ja. Maar ik heb de afgelopen jaar heel veel problemen gehad met mijn werk, want ondertussen werkte ik ook nog steeds. Iedere keer ben ik toch weer opnieuw begonnen. En ging je daar dan met een busje naartoe? Of nee, in het begin heb ik nog gewoon met de auto, want ik werkte in Baren. Eerst in Naarden en daarna in Baren, dus ging ik gewoon met de auto op. En mag dat met één been? Mag je dan zomaar ja, rijden? Ja, okay. Ik heb een automaat. Oh ja. Oh ja, en kan, ja. Toen ik mijn prothese nog had, moest er een schotje voor de rem, zodat ik niet met mijn prothese onder de rem kon schieten. En dus dan kon ik toch gewoon... Ja, maar toen ik... Het kostte me toch wel veel energie, dus ben ik met de trein gaan reizen. Het kostte ook heel veel energie, maar omdat ik ook op kantoor... Ik wilde niet meer naar klanten toe. Ik had zoiets, laat mij maar gewoon op kantoor zitten. Ja. Ik ga niet meer naar klanten. En ik was, ja, dat vond ik te veel. Je moet ook een beetje lief zijn voor jezelf, ja, hè? Ja, dus toen ben ik ook één dag thuis gaan werken. Ik werkte 3 dagen, toen ben ik 1 dag thuis gaan werken. En 2 dagen daar. En als het sneeuwde of als ik te moe was, of als ik, dan kon ik 2 dagen thuis werken. Dus ze waren wel flexibel. Ja, maar na dan die heupamputatie, toen heb ik gezegd van... maar ik ga helemaal niet meer werken, want die trek ik gewoon niet meer. Want ik heb de afgelopen jaren met die prothese veel te veel mezelf overwerkt. Toch te veel gedaan. En toen werd de toen hadden ze wel iets zoiets van... ja, maar dan kan jij zelf niet beslissen of je niet meer gaat werken of niet. Oh, ja. Ja. Dus toen werd het wel anders. Ja. En toen werd de sfeer ook anders. Ja. En typisch, toen, hè? Moest ik mezelf heel erg verantwoorden. En op allerlei jouw werk, onderzoeken, ja? Meewerken. Of ik dan wel of niet zou kunnen werken. En dat heeft me geen goed gedaan. Want daarvoor moest ik dus allemaal bezig zijn met wat ik allemaal niet kan. En dat stop ik altijd een beetje weg. Of daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Dus dat wist ik vaak ook helemaal niet. Dan vroegen mensen, ja, maar heb je dan allemaal last van? Ik zeg, ja, dat zou ik niet weten. Ja, ik kan niet lopen en ik heb fantoompijn. Oh ja, en ik ben ook nog in de overgang door de bestraling. Oh ja, en ik heb ook nog altijd een piepje in mijn oren. En oh ja, ik heb ook nog dit. En oh ja, ik heb ook nog dat. Ik heb heel veel lichamelijke klachten. Ik ben altijd moe en ik ben altijd... Maar daar ben ik niet mee bezig. Nee, dus... Dit is wat er is bij jou. Dus ja. En nou moest je het allemaal benoemen. Moest ik allemaal benoemen. En ik had heel weinig op papier staan, want ik had altijd alles zelf gedaan. Ik was niet met bedrijfsartsen bezig, want ik ging zelf reïntegreren. En ik was niet met... Dus ik had ook nooit iets op papier staan. Dus moest heel dat dossier, dat moest in een jaar of een half jaar tijd gevormd worden. Dus ik moest aan allerlei onderzoeken en allerlei... En dat trok ik helemaal niet. Nee, ik kan me voorstellen. Nee. Dus dat was voor mij heel zwaar. Ja, en dan ben ik zelf ook nog wel... Dat ik denk van, ja, maar kan het eigenlijk wel werken? Weet je wel, als ik dit kan, kan ik misschien ook wel werken. Ja. Dus omdat je zo graag wil. Okay. En omdat je zo graag... gewoon mee wil kunnen draaien, zeg maar. En altijd thuis is ook maar thuis. Ja. En genoeg bezigheden, verveel me nooit. Maar nee. Ja, je komt niet meer onder. De mensen. Of op een andere manier. Op een andere manier, ja. Ja, en dan gaat het vanzelf. En nu moet je er moeite voor doen. Ja. Jezus, dus dat heb ik, dat heeft veel mij energie wel... gekost. Ja, het heeft me heel veel energie gekost. En dat heeft me wel... Ja, min of meer een soort van burn-out gegeven. Of een, Ja. Dus toen, toen kreeg je echt een knauw van. Ja, ook op en mede natuurlijk ook wel doordat je dan beseft van... Oh ja, maar het is ook wel heel veel. En ik heb ook wel heel veel specialisten. Want ik had ondertussen ook nog een allergoloog. Want iedere keer als ik opgenomen was, kreeg ik allerlei allergieën. Dus de laatste keer ging het eigenlijk niet om die heupamputatie, terwijl ik in het ziekenhuis lag, maar lag ik op de intensive care vanwege zo'n shock die je krijgt na een allergie. Dus ik had allerlei, en van de bestralingen, want ik was met de laatste keer na die heupamputatie ben ik ook nog bestraald 30 keer. Nou, daar ben ik dan van in de overgang geraakt, want je hele, ze hebben deel van mijn eierstok bestraald, omdat in dat gebied zat. Ja. Daar had ik ook allerlei klachten van. Ze hadden een deel van mijn darmen bestraald, mijn blaas. Omdat ik herstellen natuurlijk. Je kan me herstellen, ja. Dus dat was heel... En daarbij ging ik ook veel te snel weer werken. Ik dacht, ik ben 5 keer ben ik geweest. Toen dacht ik van, ik ben ook niet wijs. Ja. Misschien had ik zoiets van, ik stop ermee. Ja. Dit moet ik ook gewoon maar eens niet doen. Dus, uiteindelijk is het maar werk, hè? Ja. Op een gegeven moment moet je ook maar denken... Nou, toen heb ik ook gedacht maar. Dat dacht ik ook van. Ja. Dat moet ik gewoon niet meer willen. Nee.
En uiteindelijk ben ik wel... Ik ben nu voor 2 jaar afgekeurd. Oh. Ja. En Maggie, maar ja. Komt er... Is er al, of de mensen denken ik altijd... Komt er iets anders op je pad wat betreft... Dat je denkt van, ik doe dat werk niet meer. Maar hé, ik ga mijn eigen daarin verdiepen. Dat vind ik heel moeilijk. Want iedere keer als ik ziek was, dacht ik van... Ja, ik zit nou wel... Ik ben wel softwareontwikkelaar. Maar het is helemaal niet mijn... Het is wel mijn ding, maar ik ben ook nog heel creatief. Want voordat ik softwareontwikkelaar was, heb ik kunstacademie gedaan, een deel. En ik was eigenlijk creatief therapeut. En ik heb een omscholing gedaan, omdat er geen werk in was. Maar ik had wel heel veel plezier in mijn werk, want ik wilde ook altijd graag iets met het creatieve doen. Dus heb ik toen de eerste geboren was, daarna heb ik nog een avondopleiding gedaan. Oh, ik dacht van, ja. Media, multimedia. Nou ja, iedere keer als ik dan zover was van nu ga ik solliciteren, of nu moet ik een andere baan, of nu moet ik toch maar eens wat dichter bij je huis gaan werken, want het is veel te ver weg, dan werd ik weer ziek. Ja. Dus voor mij, nu heb ik zoiets van, het is nog te kort. Ja. Het is nu 2,5 jaar geleden. Ik moet eerst maar eens die 3 of die 5 jaar halen, of die 5 jaar halen. Ja. Want ja, voor hetzelfde geld heb ik alweer een tumor. En voor hetzelfde geld niet. En voor hetzelfde geld ook niet. Ja. Maar ja, dat weet je niet. Nee, weet je, nee. Maar omdat ik wel, ik had wel zoiets de laatste keer van ja, nou heb ik 13 jaar lang gedaan van. Ik leef gewoon weer door en ik zie wel. En als het is, dan is het. En ik denk wel dat het terugkomt, maar zo ga ik niet leven. Zo wil ik niet leven. Nee. Terwijl ik nu zoiets heb van, ja, misschien moet ik toch maar eens gewoon dat wel gaan doen. Ik moet er wel naar leven. Oké. Want het is gewoon een onderdeel van mijn leven. Het is al 15 jaar een onderdeel van mijn leven. Dus wordt het ook wel eens tijd om er maar eens naar te gaan leven. Ja. Dus dan maar niet werken. Nee. En dan maar andere dingen zoeken. Nou, en voor mij was ook dat werk het moeilijkste. Het eerste om wat afviel, maar het moeilijkste om weer op te pakken. Omdat je een heel andere sfeer zit. Heel andere energie. Ja. Heel andere. Dat vond ik altijd heel zwaar. Ja. En... heb ik zoiets van, ja, maar dat... Ja, misschien als ik over 10 jaar, ja, misschien ook wel eerder, misschien over 5 jaar, maar misschien ook wel over 1 jaar, als ik denk van, nou, misschien wel. En natuurlijk af en toe denk ik wel van, ik zou eigenlijk wel dit of dat willen. Zeker in die creativiteit, hè? Ja. Dan hoef je nog niet meteen zo groot aan te pakken. Nee, maar ik zou heel graag iets met webpagina's willen, dat soort dingen, weet je wel. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Hey Maggie, en wat ik ook zit te denken, zoals ik jou nou zo hoor... Jij bent zo ervaren op dit stukje wat jij mee hebt gemaakt, dat ik denk, ja, daar zullen ook wel heel veel mensen iets aan kunnen hebben. Ja, ja, dat denk ik ook wel eens aan. Hè, dat mensen, ik bedoel, ja, je weet zelf hoe je hebt moeten zoeken en moeten ploeteren. En het lijkt me ook wel een heel mooi cadeautje als jij zo mensen zou kunnen begeleiden of kunnen helpen. Dus wie weet, misschien komt dat ook dat wel, denk hè? Ik ook wel. Daar zit ik ook nog wel eens aan te denken. Met name omdat ik ben natuurlijk vrij open erin. En ik kom zo heel af en toe wel eens mensen tegen, zomaar ergens. En dan raak je dan mee aan het praten en dan blijkt, dan vertel je over jezelf. Ja, het is natuurlijk heel zichtbaar bij mij. Ja. Ik heb maar 1 been, dus mensen vragen van, ja, hoe komt het? Heb je een ongeluk gehad of ziek? Ja. Of, dus dan kom je heel snel op dat gesprek. En dan, dan ben ik met mensen aan het praten. En dan, na een half uur of naar dingen vertellen mensen natuurlijk ook over zichzelf. Ja. En dan zeggen ze, ik ben eigenlijk nou dingen aan het vertellen die ik al bijna nog nooit tegen iemand verteld heb. Omdat dat, en dat vind ik dan wel heel mooi. Ja. Dat vind ik hele bijzondere momenten of hele bijzondere dingen. En dan denk ik wel eens van, daar zou ik dan misschien toch wel iets mee willen doen. Ja. Mee heel iets anders. Ik heb jou een aantal maanden terug... voor de Alp du Zes bij Café de Boer geïnterviewd. Ja. En jij bent die berg gaan beklimmen. Ja. Met de tandem. Met de tandem. 1 been, maatje voorop. Ja. Theo Schulpen. Ja, Theo Schulpen. Wat was nou eigenlijk die drijfkracht
voor jou om dat weer te doen? Want je moet sponsorgeld hebben. Terwijl je zelf ook nog met allerlei dingen bezig bent. En je moest gaan trainen. Wat was dat nou dat jij zei, dat ga ik doen? Nou, dat was een combinatie van factoren. Zoals ik net al vertelde, zat ik in een heel moeilijk jaar. Omdat ik met dat werk wat niet lukte. En met die afkeuringsproces wat niet goed verliep. En toen was ik met een vriendin een weekendje weg. En die zei, toen zei ik van, nou, ik wil wel heel graag fietsen in dat weekendje. Op een tandem. Dat leek me gewoon leuk. Ja, dan is fietsen toch heel anders dan op zo'n bakfiets. Ja. En dan kan ik ook met mensen bijhouden en mensen mee. Ja, op een of andere manier kwamen we op die Alpe d'Huez. En toen zeiden ze van, ja, zou je dat niet willen doen? Ik zeg, ja, dat zou ik heel graag best willen. Maar ja, ik had altijd zoiets van, ja, die Alpe d'Huez, dat is voor mensen die nog alles kunnen. Daar ga ik allemaal niet over nadenken. Nee. Eigenlijk wil ik het stiekem wel, maar zou ik zoiets ook wel willen, maar dat kan ik toch niet. En zij had zoiets van, ja, maar als je het wil, kun je daarna nog gaan kijken, hoe dan? Dus vanuit de andere kant. Toen dacht ik, oh ja, daar zit natuurlijk ook iets in. En toen dacht van, en als ik kan gaan sporten, dan kan ik ook een stukje misschien wel mijn stress kwijt. Op een andere manier ook met mijn handicap bezig zijn. En, buiten, frisse lucht. Buiten, ja, want ik vond het heerlijk om buiten te zijn. Ook dat. Dus toen, van daaruit kwam eigenlijk die drive om dan te gaan fietsen. Ja. Ja, en je hebt het gehaald. En ik heb het gehaald. Eén keer omhoog helemaal. Ja. Oh. Ja. Dat was wel heel bijzonder. Heel zeker. Bijzonder, ja. Een hele bijzondere ervaring. En nooit een keer? Of zeg je van nee, het is... Nou... Wat vind jij er eigenlijk van? Nou val ik jou wel in de reden. Wat vind jij van de Alpe d'Huez? Om de organisatie? Want er wordt natuurlijk ontzettend veel opgehaald. Ja, een van de redenen waarom ik niet meer mee wil doen is om het geld op te halen. Ja. Dat is te veel. Dat vind ik te... je moet toch, je moest €2500 bijeen halen. Dus wel ik, maar mijn fietsmaatje ook €2500. Dus samen 5000. Ja, anders konden we niet meedoen. Het ging per persoon. Dat is heel veel geld. En kijk, voor mensen die in het bedrijfsleven zitten en veel contacten hebben en veel ook bedrijfscontacten hebben, is het niet zo moeilijk om zoveel geld bijeen te halen. Maar voor mensen die dat niet hebben, is het heel moeilijk om zoveel geld bij je in te halen. En dit jaar wordt zelfs volgens mij nog de inleg weer verhoogd. Ja, ik heb zelfs gehoord 4000, heb ik gehoord, maar ik weet niet of het waar is. Maar... Ja, daar zitten voor's en tegen's aan, want ze halen natuurlijk ontzettend veel geld op. Dus dat is ook wel weer heel bijzonder dat dat is. En dat ze daarmee een leerstoel in Amsterdam hebben kunnen openen, hè, met een professor erbij of een, ik weet niet of er, hè, maar in ieder geval leven met kanker en ook nog allerlei onderzoeken. En zij mogen zelf beslissen samen met het kankerfonds waar ze dat geld aan besteden. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Aan de andere kant wordt het ook heel commercieel. En dat is iets wat ik mij van tevoren heel erg tegenstond. Doordat ik mee heb gedaan, ben ik daar wel iets van teruggekomen. Okay. Want had ik wel iets van, als je daar bent, maak je daar toch niet zo heel veel van mee. Ook van die televisieopnames en van die dingen, maak je eigenlijk niet zoveel van mee. Daar gaat het ook niet om als je daar bent. Het gaat echt om het fietsen. Ja. Wat ik graag zou willen, is dat er een soort tweedeling zou ontstaan binnen die Alpe d'Huez. Van aan de ene kant de mensen die gezond zijn, die bakken met geld binnen moeten halen. Hè, of ook voor een ander, want dat is eigenlijk een beetje hun doel. Om voor een ander die ziek is, of voor een ander die ziek is geweest, of in je omgeving, iets goeds te doen. Dat is eigenlijk hun streven. Maar ja, ik ben die ander. Ik zit aan de andere kant. Dus wat ik graag zou willen zien, is dat ze aan de ene kant dat hebben. En dat ze aan de andere kant een aparte groep hebben voor mensen die zelf kanker hebben gehad of hebben... en die graag dat zouden willen bereiken. Om die overwinning op jezelf en op je... En dat moet dan losstaan van het geld, vind ik. Dat zou ik eigenlijk graag willen. Dan hebben ze toch hun streven en hun doelstelling en dat behaald. Hè. Maar voor mij hoeft het ook niet ieder jaar weer meer te zijn. Ik bedoel, volgend jaar 30 miljoen is goed en volgend jaar 20 miljoen is ook nog fantastisch. Goed, en 10 miljoen is ook nog prachtig. Ja. Dus voor mij hoeft dat niet per se zoveel te zijn. Want het moet ook nog, het leven moet ook centraal staan. En niet alleen het geld. Ja.
En dat vind ik een beetje een dubbelheid binnen die Alpe d'Huez. Ja. Ja, en dat vind ik jammer. Ja. Hè, want het gaat om leven met kanker. Ja. Dan denk ik, ja, waar loopt iemand ook tegenaan leven met kanker? Is het leven. Ja. En dat moet, het leven moet centraal staan. En niet alleen maar het geld. Ja. En dat vind ik, ja, zou ik jammer vinden als dat... Ja, zo blijft. En daar heb ik ook wel eens iets bij die leerstoel. Ik zou wel toch graag met die mensen in contact willen komen. Daar ben ik ook wel een beetje al mee bezig. Leuk. Om met die vrouw die dan dat onderzoek doet, van zijn jullie daar ook van bewust? Ja. Van dat zou ik wel, of met de organisatie, Het klinkt heel mooi, het is eigenlijk een perfect idee, maar volgens mij hebben ze daar nog niet bij stilgestaan. Dus het zou wel heel leuk zijn als je daarmee in contact zou kunnen komen. Hè? Ja, dus dat zou ik ook wel willen. Want zij zijn eigenlijk ook maar begonnen als een clubje met een aantal man om zoiets te doen. En dat is uitgegroeid. Ja. En het wordt steeds groter en groter en ze moeten zoveel... Het is een compleet bedrijf voor. Het is een compleet bedrijf, maar allemaal op basis van vrijwilligheid. Ja. Alles gaat, dus dat vind ik ook wel weer heel mooi. Ja. Alles gaat op basis van vrijwilligheid. En ze zeggen ook, als je op zo'n informatiebijeenkomst zit, de eerste van... Ja, je bent nu wel... Hier als je gaat meedoen met die Alpe d'Huez, maar als jij meedoet, jij bent onderdeel van onze organisatie. Dus jij bent ook een organisator. Dus daarom, je kunt niet ons aansprakelijk stellen voor bepaalde dingen die niet lopen, want dan zorg je zelf maar zorgen dat het beter loopt. Ja. Want jij bent onderdeel van onze organisatie. Wij zijn allemaal vrijwilligers en we doen allemaal ons best om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja. Het is wel mooi als ze ook zo zeggen. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Want anders krijg je van, dus niet goed geregeld. Dan gaan mensen wijzen. Dan gaan mensen wijzen, ze moeten het maar wat beter regelen. Maar het zijn ook maar fijn mensen. Het zijn ook mensen die gewoon werken en die druk hebben. En die, dus het is ook wel een heel mooi gegeven. Maar het loopt ook heel erg. Het wordt ook maar groter en groter. Ja. En dan moeten ze ook na gaan denken, of dat zou ik dan goed vinden, als ze na zouden gaan denken over... De mensen die... Wat dan? Ja. Wat willen we hiermee? Of wat gaan we zo door of niet? Of mensen die zelf kanker hebben, die gaan ook steeds meer meedoen. Willen we dat überhaupt wel? Ja, of bent daar duidelijk in? Of, Want viel mij wel op, tenminste het aantal gehandicapten die meededen was minder dan dat ik had verwacht. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Wel, er zijn best heel veel mensen met kanker, maar dan zie je het niet. Nee. Hè? Dat weet je dan niet. Dus dan kan je niet helemaal... Je of kan er weer helemaal inschatting van maken. Zijn. Ja. Maar de mensen die dan echt zo opvallen, hè, doordat ze in een rolstoel zitten... of op een andere manier naar boven gaan. Of dat vond ik, dacht ik van, ik val toch wel op. Maggie, hoe reageren nou mensen eigenlijk op jou die jij tegenkomt in het dorp... Want je bent natuurlijk niet alleen ziek, maar je hebt natuurlijk ook, of je bent ook gehandicapt. Hoe reageren mensen daarop? Over het algemeen zijn het eigenlijk, vind ik zelf, toch wel, wordt er natuurlijk op gereageerd. Maar dat komt misschien ook omdat ik zelf open ben. Ja. Dus ik kijk mensen recht aan. Maar ik merk wel dat als dan mensen met mij meelopen met de rolstoel... Dan wordt er wel eens gezegd van, vind je dat nou niet vervelend? Al die mensen die naar jou kijken. En dan denk ik, die zie ik helemaal niet. Nee. Dus daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dus dat valt mij helemaal niet op. En ik ben ook wel zo bezig met mijn weg zoeken. Want ieder richteltje, ieder randje, ieder dingetje moet ik naar kijken. En dat gaat wel vanzelf, maar het is toch anders dan dat je loopt. Ja. Dus... Daar ben ik ook, dus mijn blik is altijd een beetje naar beneden gericht. In plaats van, daardoor mis ik ook mensen. Die dan voorbij komen en die ik dan niet gezien heb. Ja. Ook als ik op de fiets zit, want dan wordt een bepaalde gewoonte. Ja. Maar over het algemeen zijn mensen daar toch... Ik bedoel, je bent een jonge vrouw. Dan mensen toch niet in één keer denken, toch? Nee, dat is wel als je soms in gesprek raakt of zo. Maar over het algemeen vind ik, dat viel me in het begin ook wel op, vind ik dat mensen daar toch... Dat er ook best heel veel mensen zijn die er gewoon naar vragen. En dan vind ik hetzelfde allerprettigste. Ja. Die gewoon vragen van, hoe komt het eigenlijk? Ja. Of, merk wel dat als ik zelf iemand tegenkom
die dan een been mist. Of denk dat ik het zelf ook niet zo heel makkelijk altijd naar vraag. Nee? Dus ja, dat okay. is dan toch wel weer. Hè? Ja. Dus dat, ja, dan zit je dit weer toch weer van de andere kant. Ja, nee, maar er zijn ook mensen die het helemaal niet zien. Er zijn mensen die... ik ben een keer binnengekomen, kwam ik bij de kapper binnen. En dan was ik al met mijn krukken langs gelopen. En al bij de wastafel. En langs iemand gaan zitten, met haar zitten kletsen al 10 minuten. En op een gegeven moment vraagt ze mij, ja, waarom loop jij eigenlijk met de krukken? Ik zeg, ja, nou, ik heb maar 1 been. Dus ja, dat is toch niet zo makkelijk. En ze zegt, dat had ik nou helemaal niet gezien. En ik heb net nog naar je laarzen zitten kijken. Ja, leuk is dat ja, eigenlijk, hè? Dat mensen zo... En ook laarzen, zeggen. Laarzen, ja. Terwijl ik natuurlijk maar 1 laars ja. heb. Maar ja, in het begin deed ik dat zelf ook. Toen zei ik al van, ik ga nieuwe laarzen kopen. Of, weet je wel, in meervoud praten over mijn benen of over mijn voeten. Dat moet je dan zelf ook heel erg aan wennen. Want dat is niet natuurlijk. Nee. Om daar andere vorm voor te vinden. Ja. Waar ben jij nou nog bang voor? Nou, dat het terugkomt. En dat mijn leven kort is. Dat ik mijn kinderen niet oud zie worden, zeg maar. Dat is wel toch wel waar ik bang voor ben. Ja. En dat draag je eigenlijk wel mee? Ja, dat draag je op de achtergrond. Ja. Nee. Probeer ik natuurlijk niet te veel aan te denken. Nee. Maar als dan bijvoorbeeld iemand, een vriendin, jarig is... Die werd 49. En dan denk ik, ja, daar hoop ik ook te halen. Ja. Weet je, dan kan me dat zo overvallen. Ja. Dat is wel echt waar ik bang voor ben. Nou, en ook, ik heb al een paar jaar last van mijn zitbot. En dan denk ik, ja, dit voelt toch niet goed. Maar daar kom ik niet, het lukt me niet om daar, daar doorheen te komen, zeg maar. Mm-hmm. Bij de artsen zeggen ze toch van ja, het is niks. En dat vind ik heel moeilijk. Dan denk ik, ja, want misschien is het ook wel niks. Maar je zult zien, het is al zo vaak gebeurd. Ja, dat zit er nou natuurlijk. En dan zul je zien, als ik dadelijk in oktober weer een scan moet maken, dat het weer niet goed is. Een jaar geleden, niet goed, weet je wel. Of volgend jaar, dat. En dan denk ik van, dan heb ik me zo voorgenomen van, nou, ik zal zorgen dat me dat niet weer gebeurt. Maar dat is, dat soort dingen, daar ben ik wel bang voor, ja. Ben je eenzaam? Ja en nee. Nee, in principe ben ik niet eenzaam. Ik heb natuurlijk mijn leven met mijn kinderen en mijn vriendinnen en mijn familie. Dus ik ben niet eenzaam. Maar ziekte maakt je wel eenzaam, toch? Mm-hmm. He, dat als je in het ziekenhuis ligt, dan lig jij daar alleen. Met jouw ziekte? Met mijn ziekte, ja. Dus dat maakt wel, dat maakt eenzaam. Ja. Wat zou jij nou graag willen, wat dan nog zou, hè, buiten dat je natuurlijk gezond bent, hoe mensen met jou om zouden gaan, hoe zou je dat... Zou dat op een andere manier moeten zijn? In mijn dagelijks leven heb ik dat eigenlijk niet zo. Oké. Nee. Maar wat ik wel wil, is waar ik met name moeite mee heb, is de manier waarop artsen met me omgaan. Ja. En waarop verzekeringsartsen met me omgaan. Bedrijfsartsen. Ja, ik kan me voorstellen. Bang, dus het UWV, tot nu toe valt dat nog heel erg mee. Maar ook zo met me omgaan, als ik straks weer hergekeurd word. Ja. Dan zeg ik, ja, we hebben jou nou wel afgekeurd, maar nee, nou, is 2 jaar verder, dan kan je best wel weer. Ga maar gewoon werken. Mm-hmm. Niks aan de hand. Of zo'n oncoloog die dan ook zegt, die gaat zelf met pensioen en die zegt dan, ja, ik ben gewoon klaar met jou. Er is niks meer aan de hand. Komt niet meer terug, want je been is eraf. Het komt nou niet voorbij, kan niet voorbij gewrichten. Dus ik ben klaar. En dan denk ik, hallo. Ja. Kniegewricht was ook een gewricht. Lies is ook halverwege de heup gewricht. Ja, weet je. Ja. Dus dat vind ik heel moeilijk. Ja, dat mensen eigenlijk zo bot kunnen zijn dan. Ja. En niet meer zo met hun eigen dingen bezig zijn dat ze niet met je mee willen denken.
Een stukje respect is weg eigenlijk. Ja. Dan. Ja, ja. Dat is wel ook waar ik nu nog mee bezig ben. Ja, dat kan ik ga binnenkort naar Antwerpen om daar een andere arts te bezoeken. Dat is ook nog steeds onderdeel van mijn leven. Om te kijken van of ik daar dan wel gehoord word. Gehoord word, ja. Ja. Ben je een, heb jij ook een advies voor mensen die ook kanker hebben? Of hoe zou jij die mensen naartoe willen spreken? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want voor iedereen is het anders. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen dingen die hij moeilijk vindt. Zijn eigen angsten. Mm-hmm. Zijn eigen dingen die wel of niet lukken. Wat mij wel echt altijd goed helpt, is positief blijven denken. Hè, van, zo gauw je gaat zeggen van ik kan het niet, of ik kan dit niet, of ik kan dat niet, dan ben je dus bezig met wat je niet kunt. Mm-hmm. En dan ben je niet bezig met wat je wel kunt. Mooi, ja, heel mooi. En dat is de kracht ook, ja, hè? Ja, ja. Prachtig. Ja. Ik vond het een heel bijzonder moment en een heel bijzonder gesprek. Dank je wel. Dank je wel.